Yo, kijk van IMT. Vandaag ben ik met een nieuwe aflevering van Super Meat Boy. Zoals je ziet, ik moet deze uit wat doen, maar ik heb geen zin om die te doen. Dus ik ga meteen door naar de boss. Oh, ik heb een cutscene. Ik vind het best wel annoying is. Oké. Links en dan gaat hij dus naar rechts. Ik ga hier gaan staan. En daarna moet ik zo eromheen springen. Eén. Oké. Goed om te weten. Boom. Zo er overheen. Goed, nu zie je die andere kant. Gaat hij dan? Uno. Ik heb hem er eentje in springen. Deze bos vond ik echt verschrikkelijk. En deze bos vond ik echt verschrikkelijk moeilijk. Dat is een smash. Ik heb mijn dingen inspannen. Oké, goed. Daarna gaat hij dus twee keer mid. Hier naartoe. Ik kan er dus overheen springen. Op 1, 2 en nog een spring. Oké, dat was wel 1, 2 spring. 1, 2, spring. Oké, dus 1, 2 en dan spring. 1, 2 en dan spring. Ah, dat was smash. Oké, maar ik wil niet raken, dus 1, 2, spring. 1, 2, spring. Nu spring. En aan de zijkant. Je spant je shit in. Gewoon helemaal niet op de zijkant blijven staan. Proberen. Nee, dus. Gewoon hier blijven staan. Ah, mis. Ik heb het niet. En... Ik test het hier trouwens. Ja, dat kan dus. Ik zak aan de zijkant. Best wel heel ver. Ik ga wel ongeveer hier blijven, daar blijven staan. Dus. En de tweede keer. Ik wil even helemaal focussen. Focus. 1, 2, jump. 1, 2 en dan jump. Kant. Dan kan ik ook hier blijven staan. Dus 1, 2, 3, dood. Oké, dat heb ik ook niet. Ja, maar eventjes. Jump. Dat idee was heel leuk. En dan jump. Boom. 1, 2. Voor mij moet je naar zijn ogen kijken. Dan moet je het dan zien. Boom. Oké, knippen. Dan moet je dus springen. Boom. Dan gaat hij dus lopen. Dus eerst hier gaan staan. En dan meteen door naar rechts. Dus hij slaat. Nu. En dan die kant op. Nog een keer. Oh, oké, dan doet hij dat weer. Oké. Hey, knipper en dan gaat hij. Knipper en dan gaat hij. Dan moet je opletten op de ogen. En knippertje, ja. Daartoe. Vul 1. Confirm. Jezus, doe wat aan je adem. Die kant en knipper. Dan gaan we hier gaan staan. 4.
gewoon buiten, buiten, midden, midden. Boom. Dat ben je niet gefocust. Wacht, heb je focus? Brul nog maar lekker, jongen. Oké. Links, rechts, links, rechts. En dan links. En dan knippen. Ja. Dat is smash. Oh, ja, dat moet maar niet dicht narennen. Wat een nieuw pen. Ik heb dit aan mijn neus. Knippen. Op. En dan knippen. Boom. Boom. Je moet echt beter zijn oog in de gaten gaan houden. Of het platform. Ik moet nog wel een handje helpen. En wat boos. Die gaat mad. En van wel 1. Check. Van de 3 volgens mij. Oké, ik dacht die valt echt gewoon hier bovenop bij zo ongeveer. Oké, links, rechts, links, rechts. En dan links. Jump, en dan smash. Oké, gaan we die kant op. Oké, dat is duidelijk. Links, rechts, links, rechts. En dan is denk ik... Nog een keer. Oké, wil ik het zien. Knipper. Oh. Bam. Knipper. Jump. Bing. En dat. Oké, dan knip. Een halve spin handje ondertussen. Zet hier de save. Nee, dat ging niet helemaal soepeltje. Nee, dat ook niet. Oké, gaan we weer op poging. Zoveel 10.829. Kabam! Geef aan mijn neus. Zo handig. Dit met de kraaien. Maar ik heb weer gewoon mijn neus. Oké, dat was het weer. Ja, dat is het weer. Rustig smash. Ja, dat. Terug. Beul 3. Even angrier. Oké. Goed in het links. Rechts. Links. Rechts. Terug hier naartoe. 2, 3, 4. Dat was altijd niet aankomen. Ik heb meteen de pop begon te smeden. Wat je doet. Ik wil nog een heel tijdje vol gaan houden. Nee, maar dit. Oké, nee, nevermind. Dat hebben we nog wel zo niet anders. Boom. Focus hierdo. Ik ben zo gefocust at the moment. Dus ik meteen dat heel snel afdraag. Oké, ik vond iets te boek. Ach nee, wat is dat nu allemaal op controle zit? Ik heb een knop. Ik heb nooit gezegd hoe dat. En wat het überhaupt doet. Oké. Map. Knipper. Het wordt echt een fire in the ice. Reactie snelheid was echt veel slow. Vroeg. Knippen. Slaat. Wachten. Knippen. Smash. Gaan we hier naartoe. Gaat precies goed. Dan de links. Rechts. Links. Rechts.
dan dus links, rechts, links, rechts. Dan nog een keer links, rechts en dan smack. Links, rechts, links, rechts. Dan links, rechts, links, rechts, smack. Oh, het duurde maar 11 minuutjes. Allemaal dead meat boys. Daar komt nog vandaan. Ik wil zijn laatste wereldje worden. Dat is een vriendin. Dus aan gort sloeg. En de eekhoontje nog. Oh, dat was een atoombom. Chapter complete. Ik wil terug. Of moet ik gewoon echt alles gehaald hebben? The Raptor. Oh, dat is voor de nieuwe wereld. Nou, laten we de intro even kijken dan. The Rapture. Nou, dan gaan we dan, chapter 5. Ik weet niet wat soort level dit is. Oké, zo'n soort level dus. De muziek begint al echt wel episch op te bouwen. Hoppa, ja. Oké, kan ik het perfectly timen? Heel lastig. Oké, nou begint de game moeilijk te worden. Nou begint de uitdaging te komen. Kijk, dat is dan niet makkelijk. Ik heb nu al medelijden met mezelf. Deze game is wel heel erg goed qua platformen. Maar verder, dat lukt me niet echt te aanraden. Je moet echt wel op platforms houden voor deze game. Dan zou deze echt wel heel goed bevallen. Maar ja, daar is deze game ook voor bedoeld, voor de echte platformers. Voor de gamers. Nadat ik eerder een serie deze game zag, was Super Meat Boy onder de 500 deaths uit te spelen. Nou, dat was echt gewoon een hele uitdaging. De vorige episode had ik nog 401. En ik denk dat ik dit level ga skippen. Dat denk ik trouwens wel. En hier ligt dit abonneerknopje afsluiten. Laat een like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg!